Hallo allemaal, welkom bij weer een nieuwe les van Dynamic Activities. Wij hebben er heel veel zin in en we hopen jij ook. Als je er klaar voor bent, kunnen we beginnen. Doe je mee? Hallo allemaal, welkom. Ik ben Camille van Dynamic Activities en vandaag gaan we leuke lesproefjes doen. Deze les moet je altijd met je vader of moeder doen, want er kunnen altijd kleine ongelukjes gebeuren en soms gebruiken we gevaarlijke stoffen. De les van vandaag gaat over het drijven van een potlood in het water en wat de effecten daarvan zijn. Een potlood blijft drijven op water, zelfs als je nog maar een klein stompje over hebt. Maar kan een potlood ook onder water drijven? Daar komen we vandaag achter. Laten we beginnen. Stap 1. Doe water in de schaal. Stap 2. Leg het potloodstompje in de schaal met water. Vraag 1. Wat denk je dat er gebeurt als je het glas op zijn kop over het potloodstompje in het water duwt? Stap 3. Houd het glas op zijn kop. Stap 4. Duw het glas over het potloodstompje in het water. Stap 5. Hou het glas even een beetje scheef. Vraag 2. Wat is er gebeurd? Vraag 3. Hoe denk je dat dit komt? Antwoord 1. Alle antwoorden zijn goed als je hebt opgeschreven wat je dacht dat er zou kunnen gebeuren. Antwoord 2. Het potloodje blijft drijven onder het glas. Als je het glas scheef houdt, dan gaan de luchtbubbels uit het glas. Het water onder het glas komt hoger te staan. Antwoord 3. Alle antwoorden zijn goed als je hebt opgeschreven hoe je denkt dat het komt. Lucht is lichter dan water. Hierdoor wil lucht onder water omhoog. Als je een glas op zijn kop in het water duwt, dan kan de lucht niet weg. De lucht wil naar boven, maar het glas houdt het tegen. Als je het glas schuin houdt, dan gaat de lucht uit en het water in. Een potlood is ook lichter dan water. Daardoor blijft het stompje op het water drijven. Onder het glas staat het water lager dan daarbuiten. Daardoor drijft het stompje onder het glas lager dan daarbuiten. Onder water gaat lucht omhoog. Een liter lucht is namelijk lichter dan een liter water. Je kunt ook zeggen dat de dichtheid van lucht kleiner is dan de dichtheid van water. Een potloodstompje blijft drijven in water omdat de dichtheid hiervan ook kleiner is dan water. Als je het glas op zijn kop onder water duwt, dan duw je de lucht in het glas onder water. De lucht wil omhoog, maar kan niet ontsnappen omdat het glas ertussen zit. Het wateroppervlak in het glas is lager dan buiten het glas. Het potlood blijft dan drijven op het wateroppervlak in het glas dat lager is dan het wateroppervlak buiten het glas. Als je het glas schuin houdt, dan kan er wel een beetje lucht ontsnappen. Hierdoor verdwijnt er lucht onder het glas en komt er water voor in de plaats. Het water staat iets hoger onder het glas, maar het potlood blijft er nog steeds op drijven. Zo, dat was weer het proefje van vandaag. We hebben vandaag dus geoefend met het drijven van een stukje potlood onder het water en we hebben er een glas bij gedaan om te kijken wat daar dan gebeurt als je die op zijn kop er tegenaan houdt. Hartelijk dank voor het meedoen met deze oefening en ik hoop je bij de volgende les weer te zien. Tot de volgende keer. Dag! Dit was het weer voor vandaag. Leuk dat je erbij was. Doe je de volgende les weer mee? Graag tot dan!